je niet beter uitkijken? Wat zijn dat eigenlijk voor stenen? Dat zijn die dingen waar we het werkstuk over moeten maken. Huh? Waar moeten we het werkstuk over maken? Over die struikelstenen, dat zie je toch? Dan moeten we daar maar eens meer over zien te weten te komen. Was hij niet een stichting van? Zoeken ze op struikelsteenassen? Oh ja, dat is best wel een goed idee. Loop. Kijk, ik zit al op de stichting struikelstenen. Oh ja. De stichting struikelstenenassen heeft als doel speciale stenen te laten maken voor alle slachtoffers van de nazi-terreur. Kijk, hier staat de naam, Marjorie Visser. Zij is de voorzitter. Misschien kunnen we wat vragen aan haar gaan stellen? Ja, goed idee. Ja, goed idee. Ja, doen we. We wilden u wat vragen over de struikelstenen. Wat zijn struikelstenen eigenlijk? Struikelstenen is een grappig woord, want het lijkt erop alsof je erover struikelt, maar je struikelt niet. Je ziet ze liggen in de straat. Het is de Nederlandse vertaling van stolperstein en stolperstein is... Een woord dat is bedacht door de Duitse kunstenaar Günter Demnig. Zijn de stenen alleen maar voor de Joodse slachtoffers? Nee, Günter Demnig heeft bedacht dat de stenen zijn voor alle slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. En dat zijn er heel veel. Dat zijn Joodse slachtoffers, dat zijn verzetstrijders, dat zijn Jehovah's getuigen, dat zijn Roma en Sinti, wij zeggen dan eerder de Zigeuners. En dat zijn dus mensen die echt daadwerkelijk door de nazi's in de Tweede Wereldoorlog zijn gedood. Waar worden de stenen altijd gelegd? De stenen worden altijd gelegd voor het huis waar het slachtoffer het laatst gewoond heeft. En het steentje ligt rechts van de gevel, tenminste daar waar de plaats is, in de gemeentegrond. Als je er langs loopt, dan zie je dat steentje liggen en je bent benieuwd naar wat er precies op staat. En dan buig je om het goed te kunnen lezen en je buigt op die manier als het ware voor het slachtoffer. Wat staat er eigenlijk op de struikelstenen? Nou, dat is een goede vraag en daarom heb ik deze steen voor jullie meegenomen. Dan kun je het zelf zien. He, je ziet ook dat hij 10 bij 10 centimeter is. En hieronder zit beton en bovenop zit een messingplaatje. En in dat messingplaatje zie je dat er van allerlei inscripties zijn. En dat is een standaard tekst, heeft de kunstenaar bedacht, dus dat doen wij niet. En de kunstenaar zegt, je moet erboven zetten, hier woonde. En dan de naam van het slachtoffer en het geboortejaar van het slachtoffer. En dan waar die is weggevoerd, naar waar die naartoe is weggevoerd. En dat die ook waar die is overleden. En er is een verschil tussen Joodse slachtoffers en verzetsmensen. Bij verzetsmensen staat er soms ook nog bij dat die gefusilleerd is. Wat doet de stichting Struikelstenen eigenlijk? De gemeente bij nodig, die bijvoorbeeld de woningkaarten beschikbaar stellen om te bekijken. Maar ook heel veel bronnen. We moeten op zoek. Waar hebben de mensen precies gewoond? Hoe lang hebben ze daar gewoond? Zijn dat de juiste slachtoffers? Hebben we het juiste geboortejaar? En waar zijn ze naar afgevoerd, weggevoerd? Dus je kunt je voorstellen dat het heel veel werk is. Hoe gaat zo'n steenlegging meestal in zijn werk? Er komen heel veel mensen bij elkaar hier. Die komen soms ook als nabestaanden uit het buitenland. Uit Israël met name, maar ook wel uit Duitsland of uit Groot-Brittannië. Er gaat een bijeenkomst aan vooraf, waarbij ze de nabestaanden elkaar ontmoeten. En vervolgens gaan we met elkaar per adres, per steen, de steen onthullen. Dat in memoriam dat dan gelezen wordt, dat wordt veelal door de nabestaanden zelf gelezen. En dat is een hele emotionele gebeurtenis. Want op dat moment zijn ze weer betrokken bij alle ellende waar hun geliefde familielid bij betrokken is geweest en vermoord is geweest. Zij vinden ook, en wij ook, dat het heel belangrijk is dat die naam wordt genoemd, opnieuw wordt gelezen, want een mens is pas vergeten als zijn naam vergeten is. Ba'agala uvizman karif, ve'imru
Amen. Yeshme Rabba Mevrach, Le Alam Ule Alme Almaya, Yidbarach Italel, Vitalal Shme de Gdusha, Berichu, Leila Min Kol Birchata, Veshirata, Tushbechata, Venechemata, De Amiran Baalma, Veimru, Amen.